Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik deze waterverfset van de Xenos uittesten. Ik was laatst allemaal dingen aan het bestellen voor mijn kitchen makeover. En toen kwam ik ook deze tegen. Deze was online verkrijgbaar voor €2,99. Dus laten we voor goede orde gewoon zeggen €3. En ik weet niet, de kleuren en zo kwamen we gelijk heel erg veel overheen. Met alle dure paletten die ik hier al heb liggen. En ik was gewoon benieuwd of deze misschien een goede dupe voor waren. Bij het setje zelf zitten deze twee kwastjes. Kunnen we het kwastjes noemen? Niet echt. Nee. ik kan hier niet mee verven. Terwijl ik deze überhaupt vasthield, kwamen ze al los. De haren lieten los. De puntjes zelf hadden zo ver aan elkaar gelijmd dat zelfs met water het er niet afkwam. Wat ik hier ook probeer. Ja, no big shock. Dat is meestal met dit soort setjes. Maar ja. Maar ja, 18 kleuren dus in dit paletje. En ja, heel veel kleuren kwamen gewoon over met de Finetech palette. Dus ik dacht, laten we ze maar uittesten. Ik gebruik hier gewoon een kwastje dat ik hier al standaard heb liggen. En ik doe deze allemaal toepassen op wit craft paper en op zwart papier. Zodat jullie duidelijk kunnen zien op de verschillende mediums hoe erg de pigmentatie is. In vergelijking met de Finetech heeft deze verf zelf niet heel veel water nodig. Net als bij de Finetech moet je normaal gesproken de verf heel erg nat maken. Zodat er überhaupt iets ervan op je kwastje komt. Dat is in deze niet het geval. Dat vond ik persoonlijk wel heel fijn. Maar ja, zoals je hier al ziet, het is niet de beste pigmentatie. Het is wel zo dat als je met een bepaalde kleur er twee keer overheen gaat, dat bij bepaalde kleuren deze al veel beter overkomen. En let's be real, voor €3 heb je bij Finetech maar één losse kleur. In dit geval dus €3 voor 18. That's a steal. Sommige kleuren komen iets mooier over op papier als andere. Er waren bepaalde kleuren waar ik high hopes van hadden, maar eenmaal op papier ja, een beetje blend overkwamen. Al met al is de formule zelf wel heel fijn. Ik vind dat de meeste kleuren vooral ook op wit en op zwart papier mooi overkomen. Zoals ik al net al zei, een paar iets minder. Maar dat blijft toch ook houden. Het zijn ook wel toevallig de kleuren die mij persoonlijk niet ook zo trekken als in van dat ik die snel zou gebruiken. Dus ik vind dat persoonlijk niet storend, maar dat is natuurlijk aan iedereen zijn eigen preferences. Zwart is een goede pigmentatie, craft paper iets minder en op wit ja, een beetje tussenin. Sommige lichte kleuren kwamen dus gewoon helemaal niet over wat je hier ook rechtsboven in de hoek ziet. Al met al vind ik dit een echte aanrader, zeker voor iemand die geen zin in heeft of veel te veel euro's in te leggen voor een Finetech palette, maar toch metallic kleur wil toepassen. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!